laten opdraven. En zodoende, dit wordt uiteraard een full pool. Dat kan niet missen. Dus de sleep die wordt opnieuw afgesteld. Dat kan ik u al verzekeren. En toch is het geen full pool. En zat het venijn van de sleep. Wij moeten vanavond onverbiddelijk zijn. Allemaal achter de afrastering. Je weet het maar nooit. Een rondvliegend onderdeel kan u treffen. En achter de afrastering is dat al een stuk veiliger dan op de weg. Ik hoop dat u begrip voor deze situatie zult opbrengen. En er zijn speciaal voor loonbedrijfverbetering, zoals hier voor het evalueren van de maand. Willems, een van de organisatoren van deze autotrek. Ik zit nog met vorige week Daarle in het hoofd. En Ivo, dat brengt. Jan Wetering die wordt daar nog beloond. Maar zand, daar heeft Jan Wetering ook niks meer aan. Hij de schub erin stekt, dan weet je wel hoeveel hij hebt. En de bak is helemaal naar voren gegaan. En het is... Dan wordt het bijna niet meer mogelijk voor de deelnemers om verder te komen. Hoewel... Ja, de sleep die blijft zo staan. 50, 60, 70 en dan moet hij doorgaan. 80, 90 en het wordt een nieuwe koploper. Net nipt voor. Die krijgt het zijn dat hij kan beginnen. Ja, Dennis Mallink heeft wat meer problemen. Maar nu komt hij dan nog echt op gang. 40, 50, richting de 60. Dat gaat goed. 70, dat haalt hij ook nog. 80, dat wordt je net niet denken. Nee, inderdaad. En daar komt Bertrand. En nu moet hij vaart maken. Wil hij naar de overkant. Toeren, toeren, toeren. Kom op jongens. 20, 30 is gehaald. De 40, dat haalt hij ook. De 50 is hij voorbij. 60, 70. De 80 haalt hij ook, maar de 90 denk ik niet. En inderdaad, het is daar in de buurt van de 80, 81, 82 misschien. Niet druk, maar dat komt nog. Ja, tuurlijk, tuurlijk. De brandweer, die brandt over vuur. Ja, wat rook is, dat is vuur. En nou komt de eerste full pool. U ziet het, inderdaad. Mag ik de vlag zien? Juist. Goed zo, Ruitenkampje. De full pool. Met verderop in dit programma op de baan. Frank Kikkert op weg. 50, 60, 70, 80. Het zit in de buurt van de 90, 88 of daaromtrent. Maar geen full pool voor deze Frank Kikkert. Alwin Bos op weg. Hij kiest positie. En nu komt hij echt op gang. En nu. 80, 90. Deurdonderen, zei normaal vroeger. Maar dit lijkt erop. Deurdonderen. 110. Ja, dat zeggen ze. Jurri Nijkamp met Alfa kan beginnen. En dat ziet er goed uit. Hij komt nu echt op gang. Nog gas erbij. Loonbedrijf Fokkert uit Leemelen is de sponsor. En wordt het een voelpoel? Vond net geen voelpoel. Hij plaatst zich bij de beste. Maar een voelpoel hebben we er nog maar twee. Alberto Moddenjonge gereed houden, evenals Alexander Kampman en Wilma Reefhuis. Allemaal gereed houden. Ja, maar. Dat is niet meer. Die gaat het niet om, meneer Van Dijk.
Wat een kabaal, ja, alsof het geen centje pijn kost, gaat hij daar even naar de overkant. Hebt u hem nog gehoord? Wij bijna niet, maar hij is wel voorbij. Full pool voor deze Hielke Grevelman. Nee. En daar komt hij dan, de brandweerman, die gaat richting, ja. Nee, net niet. Net niet. Ik ga hier. Kom niet weg. Echt weg van hier? Ja. Waar stond u stil dan? Diederik Voortman. Op weg. 40, 50, 60, 70, 80, 90 en 100 is gepasseerd. Een full pool. Nee. Nee, geen full pool. Wat ik Alfred Looseman eveneens gereed houden. Ja, daar gaat hij, René Hekman, op weg naar de 80-90 en hij gaat door de 100 en dat is inderdaad full pool dit keer. Of net niet, Arjan? Oh ja, dat hoort hem niet, maar je ziet hem wel. En soef, daar is hij weg. 80, 90 en gewoon doorgaan, maar het wordt net geen full pool. Hij zal zich hoogstwaarschijnlijk toch nog voor finish. 50, 60, 70, 80, 90, 100 en een mandjebal. Net niet, wordt er gezegd, geen volpool, maar toch weer. Ik heb mijn kunnen zo nog meer laten zien. Van mij? Nee. Ja, dat is jammer, maar dan weet je de volgende. Ja, kan wel. Maar. Ja, de voorlaatste deelnemer, Tinan Klaarman in de baan, Edwin Reevers, Grithouden. Het lijkt mij wel volkomen. Nee? Jawel, natuurlijk wel rond. Jeroen. Hij haalt hem. En bijna een volkomen in die tweede. Ivo ten Brinke, Iwan Grote-Marsink, Grithouden, Dennis Mollink, eveneens Grithouden, Bertrand Looseman, allemaal opstellen, heren. We hebben één afmelding van Dirk-Jan Lusseveld, de nummer 15, die zo even niet van start kan. Ivo ten Brinke gaat naar voren en gaat zo dadelijk zijn trekbeurt. Het totaal van. Oh, die ken ik niet. Freddy Brunsman is. En dat zijn dus ook de kanshebbers voor de eindoverwinning. Want de resultaten tellen bij elkaar op. Maar Ten Brinke, die heeft wat in huis. En daar komt die extra hoog amfibie toestel. Hier. Hey, Charlie, give me a minute.